Als timmerman werd ik door mijn vader altijd gewaarschuwd. Jongen, blijf doorleren, want anders kom je op de pannenfabriek terecht. En uiteindelijk in 1980 ben ik er toch terechtgekomen. In 1980 was de situatie nog totaal anders zoals die nu is. Stonden 8 periodieke ovens en een nieuwe tunneloven. Die is in 1979 was die gebouwd. Toen ik er kwam was die eigenlijk nog hagelnieuw. De periodieke ovens, dat waren vlamgestookte ovens die nog met de hand volgereden moesten worden door stokers. Alleen die karren waar ze opgeladen werden, dat werd door een man of 3-4 gedaan. Er werden hoofdzakelijk hulpstukken opgezet en ook glazuur. Nou, glazuur is een heel apart procedé, die moet ook weer gelost worden en uiteindelijk als het gebakken is, zit het veel aan elkaar geplakt op die manier zoals het toen gedaan werd. Die moesten echt losgebroken worden, die hulpstukken en pannen. Op het sorteerband gelegd. En dan moesten ze eigenlijk bijgewerkt worden door een man of 6. Met potjes verf werden ze dan, zoals ze dat noemden, getipt en getikt. Dus gesorteerd en bijgewerkt. En uiteindelijk werden ze ingepakt. Dat waren de hulpstukken. In de tunneloven kwamen alle pannen terecht. Die werden ook door een drietal mensen gevuld, de karren. En ook weer door een drietal mensen geleegd. Dan waren ze nog eens 150 graden heet. Na het legen ging het naar de sorteerstraat ook. En daar reden diverse heftrucks en er stond ook 8 man. Stond daar te sorteren, handmatig de pannen tegen elkaar aan te tikken en in te pakken. Ingepakt werden ze weggereden door heftruckschauffeurs en uiteindelijk kwamen ze buiten bij een expositie terecht. Goedemiddag, mijn naam is Hans Kool en ik ben hier op de pannenfabriek. Wodast. Ik ben begonnen in 1964 op mijn 14,5-jarige leeftijd. En ja, wat trof ik hier aan? Ik trof hier aan pannen, vooral pannen die apart waren, waar ik te werk gesteld werd. En ik moest de mallen van die pannen moest ik op de band leggen. Dat nam een hele werkdag in beslag. En de andere keer mocht ik die pannen die op de mallen lagen, die mocht ik dus afhalen en in de droogkamers leggen. En dat was eigenlijk mijn hoofdtaak. Verder ging ik met oma Frans, moest ik in een cabine stoort, een soort grote cabine. En dan gingen we dus, de pannen spuiten. Ik heb nog nooit zoiets mannetje meegemaakt. Die stond dus de hele dag met een sigaret in zijn mond en te spuiten. En ik kon het echt, geloof me of niet, ik kon het niet bijhouden. En dat was eigenlijk wel hilarisch om te zien. Het was gewoon een genot om met die man te werken. Want hoe die deed, de hele dag liep hij met een sigaret. En blijven spuiten. Voor de rest ja, heb ik ook nog wel een klein beetje meegeholpen met het gips aanbrengen voor de mallen. En dat was ook een speciaal iets wat de mannen daar deden. En ja... Dan mag ik als hulpje dan ook mee helpen. Ik ben Mohanda Anaimi. Ik ben hier gekomen in 1975. Eerst heb ik gewerkt in Spanje, in Barcelona, 1 jaar. Daarna toen ik terug naar Marokko. In Marokko heb ik hier gekomen via een contract van mijn broer. Die heeft hier gewerkt voor mij. En ik heb hier begonnen in het jaar 75. Nou, ik heb alles gedaan in die eerste 5 jaren. Daarna heb ik chef geworden voor afdeling hulpstuk. Ja, daar heb ik mijn tijd tot 34 totaal heb ik hier gewerkt. 34,5 jaar.
bij dekpannen. Er was veel Marokkaans, was een pensioen van het bedrijf zelf. Daar hebben wij gewoond. Er was nog geen vrouw gekomen, was een vrouw nog in Marokko. Het was een stukje van, ik denk meer dan 30, of tussen 20 en 30, ik weet niet precies, maar zo. En over werk hebben wij gewerkt in die tijd. Het was echt moeilijk werk, zwaar werk. En het bedrijf was bekend dat het warm is en hard werken. Omdat de oven die jullie zien nu, is veranderd. Vroeger was het anders. Het was een oven die binnen de fabriek. En wij, hulpstuk FDI, die was in het midden van het bedrijf. Boven de ovens. De warm komt allemaal naar boven. En plus was ook, wij roken ook van gas. Die pijpen van de gas was helemaal lek en was niet in orde. Later pas, dan moet alles wordt veranderd of wordt niet verzekerd meer. En daarna hebben wij geen probleem met de rook van gas. Maar het warm blijft hetzelfde. Ja, als je kijkt terug, dat was moeilijk, maar ook goed. Omdat hebben wij gewerkt. Hebben wij een plaats gevonden waar wij onze brood verdienen. En plus, was ook goed, dat was met collega's ook was geen probleem, altijd goed. Gezellig ook soms. De eerste jaren was wij hier alleen, zonder vrouwen. Niet alleen ik, maar was veel Marokkaans. Daarna begonnen wij te vragen voor een huis krijgen. Was ook moeten lang wachten. Ik heb 6 jaar gewacht voor een huis. Daarna komt familie erbij. Dat was nog beter. En minder ook omdat toen wij vrouw nog in Marokko moeten wij alles doen zelf. Werken en thuis werken. Alles wat nodig moet zelf doen. Boodschappen doen moet zelf doen, alles moet zelf doen. Eén persoon, dat is moeilijk. En nou, later was het goed, geen probleem. Ja, en ik heb na 5 jaar van mijn werk, heb ik chef geworden van mijn afdeling. Ja, was nog goed, nog beter ook. Je voelde dat je verantwoordelijk voor iets. Elke dag wat moet doen. In de regelen ook, hoe moet alles, alles gaat in orde. Mijn naam is Wilma Mooi en ik ben een dochter van Gerard Mooi, die 39 jaar op de dakpannenfabriek heeft gewerkt. Het is mooi werk geweest, maar ook heel zwaar. Als hij het nu nog terug zou kunnen zien, dan zou hij zeggen, ik kan mijn zonderse pak aantrekken in plaats van mijn werkpak en mijn werkschoenen. Mijn vader was een zoon van een pannenbakker. Mijn opa die heeft ook jaren op de pannenfabriek nog gewerkt. En is begonnen als fletter van klei afvoeren naar Montfoort. En als het dan heel erg koud was, dan gingen ze in de Rijnstraat bij Tante Door gingen ze een pintje pakken. Dat stond al klaar. En dan konden ze weer verder. Naar Montfoort lopend en s'avonds weer terug. Mijn vader is in de jaren 50 begonnen op de dakpannenfabriek. En heeft dit gedaan totdat hij met de fut kon in 1986. En toen is hij gestopt en nog maar 1 keer terug geweest op de fabriek. Want dat... Nee, dat trok hem niet meer, ondanks alle jaren die hij daar geweest is. Hij heeft er een mooie tijd gehad, maar het was echt zwaar om te doen. Mijn vader die moest ook op terrein de dakpannen tellen. Dat moest eens in de zoveel tijd gebeuren. En dat deed hij uit zijn hoofd. Zoveel pellets met dakpannen en dat is maal zoveel. Is totaal dat aantal. Totdat meneer Verbeek, de directeur, toen een keer bij hem kwam van... Gerard, ik snap niet
dat je dit uit je hoofd doet. Ik zie jou nooit schrijven. Nou, zei mijn vader heel nuchter. Ik heb op dezelfde school gezeten als u. Dus het rekenen zou ook hetzelfde moeten zijn. Ja, en dan zit je hier in oude foto's te kijken. Krantenknipsels van opa, mooi. Van meneer Verbeek kom ik hier tegen. Arie Verwij, die 40 jaar in dienst is. De steenfabriek erbij. De Woda's erbij. Hier de directeur, de heer Visser en de heer Vijfhuizen die daar ook jaren gewerkt hebben. En ja, dan gaat de productie omlaag in een tijd dat alles minder werd. Dus dan werd er een arbeidstijdsverkorting gedaan. De omgeving is helemaal veranderd. Herinnering ook aan de pottenbakkers en bij de Kwakenbrug van de pannenbakkers, het beeld. Hier kom ik nog een klein miniatuur dakpannetje tegen. Nadat mijn vader aangekondigd had dat hij met de fut ging. Daar hebben we balpennen van laten maken. En die, iedereen die op de receptie kwam, die kreeg een balpen. En ja, dan sluit er een tijd af van dakpannen en steenfabrieken die mijn vader ook meegemaakt heeft. En hier in Woerden die allemaal gesloten waren. Es un carrusel, es un carrusel.